De vervanger van Vadi Sodica heet vandaag toch Thibaut van Akker. Verder vervangt Lior Refailov Thomas Meunier. Carlos Bacca, de nieuwe spits, begint wel degelijk op de bank. Mark Brijs moet keuzes maken na de mooie prestatie van vorige week tegen Bergen. David de Storm is terug naar schorsing en verdrinkt Ruiz weer naar de bank. Robin Henkes viel fantastisch in en krijgt ze op zijn 23e zijn eerste basisplaats in eerste klasse. Scheidsrechter is Christophe Vierand. Cordaro, sneller dan Simling. De Witte. De Stormen. Daar gaat Diabank. En dan moet Almenwijk zich reppen. Diabank moet wachten op steun. Daar is Cordaro, snel. En het is 0-1. 7 minuten ver. Nog niks gebeurd. Club Brugge met balbezit. En KV Mechelen loerend op een uitbraak. Wel, dit was er één. Eén die heel veel pijn doet. Alessandro Cordaro. Snelt iedereen voorbij. Hier was er nog niks aan de hand. Diabank. Maar kijk eens, Cordaro. Sneller dan zijn tegenstander. En ook sneller dan Jurgasevic. Dit is interessant. KV Mechelen vol vertrouwen, dat is duidelijk. Na de 4-1 tegen Bergen van vorige week. Jurgasevic, niet de beste met de voeten. Dat weet ook Diabank. Simling. KV Mechelen zet uitstekend druk op de achterste lijn van Club Brugge. En dat levert nu ook balbezit op. De controle van De Witte niet de best. Maar hier is de Stormen. Goeie voorzet is dit en bijna 0-2. Julien Gorius. Dit kan een moment zijn waarop wat voetballen niet lukt. Zo wel gaat Refailov. Nou, hij kan me daarna niet aan het werk zetten. Maar het is wel het dreigendste wat Club Brugge al heeft laten zien in de eerste helft. Na 28 minuten toch al. De bal aait de paal. Dit Club Brugge draait vierkant op dit moment. Het is niet makkelijk natuurlijk tegen een dubbele verdedigingsmuur. Want dit is de eerste goede voorzet tot nog toe. Nabil Dirar na bijna een half uur spelen. Almabek. Simling. Dat is proberen van ver. Ja, hij zou de motor kunnen zijn van dit Club Brugge. Maar de motor slaat vooralsnog niet aan. Julien Corius mag in de 45e minuut zijn derde hoekschop trappen. En daar het hoofd van Panza. Mist de kracht en de goede richting. Maar we hebben meer ballen tussen de palen gezien vanwege KV Mechelen. Van Club Brugge. Dat dringend met een ander vaartje moet tappen. Thomas Meunier mag komen meedoen in de tweede helft. Hij komt in de plaats van Thibaut van Akker. Meunier. Dirar probeert te versnellen. Dit is een goede voorzet. Natuurlijk naar Vlemings. De eerste keer in deze wedstrijd dat het echt lukt. We zijn 51 minuten ver. De Stormen. Altijd aanspeelbaar. KV Mechelen nog altijd in een zetel. En daar zijn ze weer met die snelle jongens. Chen. Cordaro is mee. Cordaro met Almenwijk. Diabank neemt over. Diabank. En Jurgasevic. En dan Gorius nog uiteindelijk. Gorjasevic, Jurgasevic liever. En het gaat maar net goed voor Club Brugge. Net geen uur gespeeld. Refailov. Vierand wil niemand spreken. Hoefkes en Panza. Het was redelijk een overtreding van Panza in de 16. Gesignaleerd door de assistent. En dan kan je ook penalty fluiten. Christophe Daum moet zijn nieuwe aanwinst in de strijd gooien. Carlos Bacca krijgt nog een kwart wedstrijd om te tonen wat hij kan. Refailov is het slachtoffer. De gouden schoen van Colombia moet het verschil proberen te maken. Bacca. Ten eerste balcontacten zijn het. Vlemings, ruimte voor een schot. Nou nog aangeraakt door de Mechelaar. Net voor het begin van het laatste kwartier haalt Mark Brijs Robin Henkes naar de kant.
Idi is de eerste verse kracht bij KV Mechelen vanavond. Vasquez verslikt zich. Idi eerste balcontact en dat plaatsballetje. Wat maar rakelings naast gaat. Ja, we wachten al een hele tweede helft op het doelgevaar van de thuisploeg. Maar het is en het blijft KV Mechelen. Dat met die zeldzame prikken voor spanning zorgt. Stenman. Het thuispubliek wordt stilaan ongeduldig. Meunier. Ja, verrassend schot waar Anna behoorlijk wat problemen mee heeft. Nog niet gedaan. Dirar. En opnieuw Renaar. Dat is het moeilijkste wat hij vanavond al heeft moeten verrichten. Eindelijk. Er is een echte kans. Thomas Meunier. Met een vallend schot. En een botsende bal. Nu of nooit voor Club Brugge. Hoefkes. Het is afgelopen. Net als vorig jaar wint KV Mechelen hier in Jan Breydel. Een zieloos en inspiratieloos Club Brugge. Dit club is ziek, als u het mij vraagt. 0-1 verlies thuis tegen Malinwa. Hij had een reactie verwacht van zijn spelers. Die is er niet gekomen vanavond.